hele goede middag op deze zondagmiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Het zal echt een hele spectaculaire vlog worden. Yo dude. Dat ga ik nooit waarin doen. Wij naar Nijmegen zouden gaan. En ik ga niet. Heb je even voor mij? We gaan wel. Met Demi. Demi slaapt hier. Maar ik heb gisteren besloten om thuis te blijven. Ik zat gisteren op de ijsbaan en mijn handen werden zo. Dat ik maar besloten heb om gewoon thuis te blijven. Want het is wel anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. En nog eens 2 uur op de ijsbaan zitten. Nou dan. Doet zeer, kan ik je wel vertellen. Ik had echt graag met de chickies lekker op stap gewild. Maar ik moet nu keuzes maken. En zij was lichtelijk hysterisch gisteren. Op de Uithof. Door mijn handen. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Dat ze dadelijk weer in Nijmegen zit van, oh, mijn moeder met de handen. Nee, kind, ga plezier hebben. Mama blijft thuis. Dus nu reis met iemand anders mee. En met Wesley en met Lars. Dat is ook super gezellig. Thanks, guys. En ik ga met mijn kerstmuts op, die ik gisteren gehad heb, een blauwe, voor de livestream liggen vanavond. Dus ja. Nice. En ze zijn vanmiddag even lekker naar de stad geweest, naar de Primarkt. En ze hebben zulke gave spullen gekocht. Laat zien. Kan je laten zien? Moet ik even naar beneden lopen dan? Ja, ze gaat even pakken. Wacht. Superleuk. Dus ja, is het een wijze beslissing om niet te gaan? Ja. Maar wel een pijnlijke. Ja, en ik ben al zo fucking emotioneel de laatste paar dagen. Omdat 24 december eraan komt natuurlijk. De overlijdensdag van mijn moeder. Dus ik ben al dik in de tijd om. En dan komt dit er ons bij. Ja, fuck my life. Ik ga mijn leven, zeg maar. Mag. I'm back. Is weer. Oké, laat zien. Ik ga even kamers flippen. Nou, ten eerste voor de mensen die vragen waar je deze man nou, die zit hier lekker gewoon Primark. Zo'n jas. Superleuk. Echt zo'n hele nette jas. Ja, echt zo'n kakjas is dat, maar wel een superleuke kakjas. Durf het licht aan. Zo, hallo. Ja, hij is een beetje rozig. Hij is rozig, hè? Oud roze. Ja, oud, heel oud roze. Ja. Superleuk. En dan de shoes. Mijn nieuwe shoes. Ik weet niet, ik denk dat mensen deze wel kennen eigenlijk. Van de andere kant. Laat zien. Ja, super vet. Echt super vet. Voor de mensen die deze willen halen in 38, ik zou een maatje groter halen. Ik heb hele kleine voeten, maar zelfs maat 38 was die niet eens. Nee. Ze zijn echt super super leuk. Dus, kind gevraagd. Weet je? Voor het eerst heb ik zelf schoenen gehaald. Ja, voor het zelf schoenen gehaald inderdaad. Dus, ja. Ja. En jij hebt nog steeds niks. Ik heb nog steeds niks, nee, maar dat hoeft ook verder niet. Dus. En morgen gaan we even naar Rachel de werk toe. Want de contract was verlengd. Daarna was de contract weer ingenomen. Omdat de... Is dat manager? Nee, wat is dat? Ja, dat was eigenlijk een begeleider. Begeleider. En zij niet door één deur konden. En toen had hij gezegd van je contract nemen we weer in. Dat wij als iets hadden van... Dat ken niet. Klopt niet. Had ik nog gebeld. Maar ja, ik kreeg een sompje antwoord. Maar goed, vandaag belde of appte de manager. Of joh Ras, waarom werk jij niet meer? Nou, was het verhaal uitgelegd. Ja, zegt hij, als je contract verlengd is, kan het niet zomaar ingenomen worden, mits je zelf ontslag neemt. Kijk. Dus morgen, maandag, heeft ze een gesprek. En ja, hopelijk heb ze dan gewoon weer de baantje terug. Ik heb overal gesolliciteerd, maar ik heb nog steeds ze heeft echt overal gesolliciteerd, maar het is echt bagger gewoon. En ze had het daar onwijs naar zin, dus... Nou, want ik ken het daar met mensen. Ja, ook dat. Ja, maar ook op de manier waarop het is gegaan, het hoort gewoon niet. Je contract wordt eerst verlengd en daarna, omdat hij pislink is, voor niks, ik neem je contract in. Bro, dat kan je niet zomaar doen. Maar goed, hopelijk kan het morgen rechtgezet worden. En wordt niet rechtgezet, dan gaat ze gewoon weer verder solliciteren. Maar goed, we gaan zich verder klaarmaken. Ik ga verder de keuken in. Ik ga vloggen, by the way. Ras neemt vlog over, vlogtake over. Die gaat Nijmegen vloggen. Had ik beloofd natuurlijk, dus ja, dan heb ik ook wel wat meer vlogmateriaal natuurlijk. Zou ik hier over droogshampoo mogen lenen? Ik zit midden in een vlog, hetzelfde zei ik over droogshampoo. Dus, maar goed, ik ga het voor nu even afsluiten. En ik ga dadelijk lekker samen met mijn mannetje eten. En douchen. En een livestream kijken. Dus er zal wel niet veel meer gevlogd worden, maar... Zij hebben vlogteken over, dus ik zie jullie morgen weer.
Bye bye. Hashtag no spawn. Ja, hashtag Lars. Weerbeelden. 0-0. Het staat nog steeds 0-0. We zijn bij Nijmegen, je hoort het. Het staat nog steeds 0-0. Je hoort al het geschil en Lars is je ook. En zij is er ook en zij zit in de... Nou we! En we gaan door. Huh? Waar zit hem? Ja. Oh, gelijk outfit. Was dicht? Ik doe eruit. Simpel. Dus, dan ben ik naar huis. Verder niks doen. Seizoen hadden dacht wij komen gaan naar Leidschagen met deze meid in fancy outfit. Maar het is tergens druk. En de parkeergarages zijn afgesloten. Doen ze goed. Klasse Leidschendam. Maar goed, we gaan even met foto's maken. Een hele goede morgen op deze dinsdagmorgen. 24 december. Dag voor kerst. Het is hier altijd een kutdag. Ja. Het is de overlijdensdag van mijn moeder. En het hakt er elk jaar in. Ook dit jaar. Dus. Ik heb geen zin om te vloggen. Ik neem jullie dadelijk wel mee, want we gaan naar Scheveningen toe, wat we elk jaar doen. Meestal gaan we dan bij het stapelen kijken, maar het stapelen is er natuurlijk niet door alle bullshit. Maar dan gaan we altijd naar de pier lopen, het einde van de pier. En ik hoop dat ik het trek. Want lichamelijk ben ik echt een wrak. Ik heb al dagen spierpijn, niet te doen. En verkrampt en gisteren bloed laten prikken en gisteren uitslag gehad. En ja, dat was niet om over naar huis te schrijven. En waar ik echt het meeste van baal is dat mijn vitamine D weer gedaald is. Dus dat. Maar goed, ik ga me klaarmaken. Rondje komt goed is naar binnen. Dus dan gaan we ons klaarmaken. En dan gaan we richting Scheveningen. En neem ik jullie mee. We'll be right back.
tiramisu is klaar. En het recept staat op de site. Top. Zo, tiramisu zit in elkaar getrapt. Letterlijk. Gewoon erin gejast. Als je het ook wil maken. Het is er... Nee, deze is niet raceproof. Er zitten geen eieren in. En normaliter doe ik er ook geen drank in. Maar ik kon geen rumextract vinden. Dus er zit nu wel gewoon amaretto in. Dus ik morgen. Dus als je het ook wil maken, recept staat op de site. En wij gaan lekker afsluiten. We zijn de dag lekker doorgekomen met z'n viertjes. Hè? Was gezellig. We zijn naar Scheveningen geweest. We hebben echt heel snel over die pier gelopen. Hè? Zo snel zijn we nog nooit geweest. Nee, ik niet. Dus dat was wel super. Ik ren als een kieviet. Ja, ik ging echt als een kieviet. Ja. Ik schoot gewoon een Speedy Gonzales over die dingen heen. Ik kon niet veel vloggen, want het waaide echt als een tierenlier. Ik denk, nou... Nog even, ik heb geen haar meer op mijn hoofd gewoon. Dus daarna zijn we nog even naar een skihut geweest. Want ik wil even kijken voor een skibroek, maar gaat het dan niet worden? Nee. Dus, en daarna zijn we lekker naar huis gegaan, hebben we lekker gegeten. En dat zijn we eventjes tiramisu gaan maken. En wij zijn klaar voor de kerst. Toch? Mm-hmm. We doen geen cadeautjes, want ze hebben allebei een bedrag gehad. En ik vind het al scheten zo. Dus... Namens La Familia B willen we jullie hele fijne dagen toewensen. Lekker vreten, lekker zuipen. Lekker gezelligheid met je familie, vrienden, weet ik veel wat. Geniet ervan, doen wij ook. En wij zien jullie zondag weer. Ja, zondag. Dus, Merry Christmas.